Het is echt waar, ik zag de zinzellen vliegen. Het klinkt wel raar, maar daarom zou ik nooit liegen. Het was geen lange vlucht, nee eigenlijk een korte. Het leek alsof het vliegtuig neer zou gaan storten. Dat is een lang verhaal. Kan ik niet zeggen. Geloof me als ik zeg dat de Sinter geschrokken is. Want het vliegtuig ging hard naar beneden. En de pieten gilden met Sint mee. En niemand die dacht dat hij het na vertellen zou. Maar gelukkig was daar onze Sint. Die voor alles altijd een antwoord vindt. Maar hij wist nog niets van. Zeg dat de Sinter geschrokken is, want het vliegtuig ging hard naar beneden en de pieten gilden met Sint mee. En niemand die dacht dat hij het na vertellen zou, maar gelukkig was daar onze Sint die voor alles altijd een antwoord vindt. Maar hij wist nog niets van. Altijd problemen, er is altijd gevaar in het extreme. Maar Sint vertrouwt altijd op al zijn pieten. Ze zorgen altijd voor een happy.